Heel wat mensen hebben een extra spaarcent opzij staan, maar vinden beleggen vaak financieel te riskant. Dat hoeft niet langer zo te zijn dankzij de spaarproducten tak 21 en tak 23. Eerst moet je weten dat een levensverzekering bedoeld is om het leven of overlijden van iemand te verzekeren. In het eerste geval gaat het om een aanvullend pensioenkapitaal. Een levensverzekering met waarborg overlijden bezorgt je nabestaanden een financiële steun wanneer je overlijdt. Dit bedrag is het overlijdenskapitaal. Tak 21 en tak 23 zijn nieuwe, allebei levensverzekeringspakketten met elk hun eigen voor- en nadelen. Tak 21 is een levensverzekering van het type gewaarborgd rendement. Beleggen via een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen, dat is tak 23. Tak 21 en tak 23 zijn twee nieuwere types van de levensverzekering. Investeren in tak 21 is spelen op safe. Alle producten die onder tak 21 vallen, hebben een gewaarborgd kapitaal, een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeelname. Investeren in tak 21 heeft verschillende voordelen. Je bent zeker van de opbrengst door de gewaarborgde interestvoet op de gedane stortingen en de verzekering is fiscaal aftrekbaar. Tot zo'n 30-40% van de premie. De andere kant van de medaille is dat de opbrengst eerder klein is. Investeren in een verzekering van tak 23 bevat meer risico. Zo heb je geen gewaarborgd kapitaal of gewaarborgde rente. Het voordeel is dan weer dat je meer kans hebt op een hogere opbrengst, omdat het rendement van de tak 23-verzekering vasthangt aan de aandelen- en of obligatiemarkt. Voor fiscale contracten van de tak 21 moet je op je 60ste wel wat inleveren bij de fiscus, zo'n 10% van de spaarreserve. De eventuele winstdeelnames zijn belastingvrij. Daarna zijn er geen taksen meer verschuldigd en kan je nog altijd genieten van belastingvermindering. Indien je na je 55ste een polis afsluit, wordt de belasting pas na 10 jaar ingehouden. Meteen ook de definitieve eindbelasting. Sinds 1 januari 2006 is een belasting ingevoerd op de premies van levensverzekeringen. Die bedraagt 1,1% en geldt voor nieuwe en lopende contracten van het type tak 21 en tak 23. Enkel de bijdragen aan een levensverzekering die afgesloten zijn in het kader van pensioensparen zijn van deze tax vrijgesteld. Verzekeringmaatschappijen bieden vaak verschillende types tak 21 en tak 23 verzekeringen aan die elk hun specifieke regels en voorwaarden hebben. Aan jou om een belegging te kiezen die het beste bij jouw profiel past.